followed by. Yeah. It's messed up. Hey, thanks for having me. Mijn woord is kaart, maar er bestaat geen land Moor. Kijk, Moreno, dat betekent black. Moor betekent black. Die zijn die black men die hun geloof van islam gegeven. En daarom heeft de Moorzaai ons ook verkocht. Zijn we gescherd over de hele wereld. Waarom? Wij alleen zijn hard oorlog te maken. We willen niet horen wat er aan de hand is met de Moorzaai. We willen ze weten. Ja, maar dat is een straf die we gekregen hebben. Eerst waren we, hadden we enig. Ja. Maar de Moorzaai heeft ons gestraft. Dus als u het boek van Deuteronomy. And what have he to do with me, or Tyre and Zidon, and all the coasts of Palestine? Will he render me a recompense? And if he recompense me, swiftly and speedily will I return your recompense upon your own head. Recompenses to pay back. Okay, we do recompenses. Bijvoorbeeld, ik heb iets van je gestolen, en dan heb ik het verkocht. En dan om het goed te maken. And if he recompense me swiftly and speedily, will I return your recompense upon your own head. Dus als je me wil afbetalen als het ware, met diezelfde afbetaling ga terug in je face voor je mij, ga je als het ware een politisch king. Als het zo, maar ga verder. Because he have taken my silver and my gold. Ze hebben onze zilver en goud gestolen. Want kijk, u heeft toch gehoord van de Bermuda Triangle? Mm-hmm. Daar zijn toch altijd vallen schepen, altijd vliegtuigen vallen gewoon daar zo. Al niks werk en zo. Dat was een van de lijnen waar ze ons brachten in slavernij. Gingen ze ons gooien. En daar is veel van onze goud en zilver op de bodem. Maar in de Bijbel staat, ze hebben ons slaven gemaakt. Dus wij gaan hun weer slaven maken. Dat kunnen we dadelijk pakken ook. Maar die grap is de Moos. Hij gaat het doen. En hij gaat zoon sturen om het te doen. Want dan gaan we ze sturen. Laten ze ons goud daar zo gaan halen. Onder het water. Al onze goud gaan we terugkrijgen, want ze stelen van onze landen en zo, die arme landen, en dan komen ze hier. Daarom willen al onze mensen naar hier zo komen, omdat onze goud hier zo is, al onze rijkdom is hier zo. Maar anyway, ga verder. And have carried into your temples my goodly pleasant things, the children also of Judah and the children of Jerusalem. The children of Judah and Jerusalem. Have ye sold unto the Grecians? Have ye sold unto the Grecians? The Grecians zijn niet met de mensen, zijn die Grieken. De kinderen van Juda en van Jeruzalem, dat zijn die zogenaamde Judas, dat zijn die Negro's, en die Indianen, en die alle Negro's gewoon, alle Negro's, maar alleen slaafafstammelingen, geen Afrikanen, en zijn Afrikanen. Daarom hebben die Afrikanen en die Arabieren ons verkocht aan die witte mensen. En ze weten het, want toen ze ons verkocht in slavernij, zeiden ze Negro's voor sale. Ze zijn geen Afrikaans voor sale, dat kwamen ze later met die verzinsel van de Afro-American. Waarom? Want kijk. In diezelfde tijd zeiden ze zo, hey African, go round the Negroes up for me. Dus die motherfuckers weten dat het een verschil is, want waarom is een Turk geen Arabier? Geen Marokkaan. Waarom is een Sri Lanka, is het geen Hindistan, een Koeliman. Waarom is een Japaner geen Chinees? Maar een slavenafstammeling moet de Afrikaan zijn. Wij zien er fysiek anders uit dan hun. We hebben misschien dezelfde kleur, want alle nations hadden een donkere kleur. Het is toen Alexander de Green. Hey, die andere dat ze verkrachten. Die andere dat ze zijn helemaal wit geduurd. Daarom zie je in die staan, hun noemen hunzelf brown people, toch? Dat is een fucking bullshit. Want hun waren eerst donkerder. Kijk die Sri Lankezen, hun zijn donkerder dan onszelf, sommige Fransen. Die zogenaamde black coolies, toch? Ze noemen ze Kafri. Ze noemen hun zelf Kafri en zo. Hun zijn allemaal donker en zo. Dus we waren helemaal. Dat ding wat ze zeggen, hoe ze zichzelf willen noemen. Brown people is bullshit. Yes. Mens van verschillende landen. Ja. Die hadden de laatste jaar met die mensen. Yes. The children
also of Judah and the children of Jerusalem have he sold unto the Grecians. Wie zijn die Grieken? Dat zijn die witte mensen. Maar de kinderen van Jeruzalem zijn de Latinos en zo, Indianos en Mexicanos zijn ook van onze mensen. Ze komen van één vader. Onze vader is een Judite. En hij heeft al die andere kinderen gemaakt. Hij heeft de so-called Negroes gemaakt. Latinos, Mexicanos en Indianos. That ye might remove them far from their border. Wij zijn van onze border. Ja, van geen foto's. Je mag alleen foto's van deze dingen maken. Wij zijn voor de plaats van onze grenzen, van onze grenslijn, zijn we naar Suriname gestuurd, Antillen. We zijn naar Amerika gestuurd. Yes. Ze hebben ons naar delen van Rusland, delen van Zwitserland. Ze hebben ons van West-Afrika gehaald, maar wij zijn weggerend uit Jeruzalem. En er zijn boeken daarover. Kijk, die witte mensen, ze schrijven boeken. De eerste slavenkwam uit Spanje. Ja, de eerste slavenkwam uit Spanje. Dan moet je jezelf afvragen van, wat deden ze daar? Dat betekent, zie je die Dark Ages? Daarom noemen ze de Dark Ages. Juist, yes, slavenafstammelingen, geen Afrikanen. Dark Ages, ze noemen het Dark Ages omdat wij daar roelden. En toen kwam de Black Plague. Toen waren 2/3 van onze mensen waren ziek. En toen kwamen hun uit de grotten, hadden ze ons doodgemaakt, want we waren al zwak. En we gingen die motherfuckers ook leren praten, want ze konden niet praten. En ze zeggen zo, Nederland is bijvoorbeeld van hun, is niet van hun, zoals ik zeg. Het mag toch? Kan ik wat zeggen als je ziet die logo met die leeuw, met die familiewagen? Weet je van wie dat komt? Dat komt van onze mensen. Judah. Het waren donkere mensen die met die logo's kwamen, die waren gekend als de Moors. Oké, okay, maar in de tijd. Wat houden jullie lezen in de app? Hier zo op de staan, elke week zaterdag. Want wij komen de Moors, hij zegt, go to the highways and byways. Maar dan verkopen we. Nee, we verkopen niks. Want het woord is gewoon gratis. Dit woord is gewoon om ons te gatheren. En de Moors, hij gaat ons riches geven. Want die witte mensen hebben onze riches en dat gaan wij terugpakken. Jawel, dat kunnen we wel geven. Mag ik even dit oplezen van Babylon? Want ik heb nu ik heb een afspraak. Oké, dan gaan we deze even lezen. Kijk, ik wil alleen dat u weet dat u geen Afrikaan bent. U bent de Israëlijn. Een Benjamin misschien. Maar u kunt ook een Judah zijn of een Levi. Ah, ik moet maar als uw vader. Jawel. Ik ga u een voorbeeld geven. Als uw vader, uw grootvader, een Indiaan is, bent u eigenlijk een Indiaan. Waarom? Je bent wat je vader is. Kijk. De zaad van de man is alleen in de man, toch? De man produceert zaad, toch? Je produceert het. Die vrouw ontvangt het. Dat betekent, als een puur 100% black man een kind maakt met een andere nation vrouw, is dat kind nog steeds 100% black kind. Al lijkt dat kind op een andere nation. Waarom? Jij hebt het in je body gevormd, toch? En dan wanneer je het in haar zet, dan gaat het verder groeien. Ik bedoel verder met het gaat ontwikkelen, want het is al iets. Het is al iets en dan gaat het in die baarmoeder en dan gaat het groeien en dat soort dingen. Dus je bent wat je vader is. Dus het bestaat geen dobla, het bestaat geen mixed bloed. Je kan mixed bloed hebben, maar je nationaliteit is wat je vader is. Maar geef niet in me toe, ja? Kijk, dit is van een boek van Babylon tot een boek toe. Van Rudolf R. Windsor. Het gaat over ons. Weet je? En er staat hier op bladzijde. Waar ga je die boeken halen? Waar is het verkocht? Ja, als je internet hebt en je drukt die naam in, From Babylon tot een boek toe, en desnoods ook met die schrijver erbij, dan krijg je ISBN-nummer en de plek waar je hem kan vinden. In Nederland kan je het in de American Bookstore op het Spuiplein. Jawel. Maar even voor edificatie. Weet je, dit zijn is een beetje extra dingen. Extra. Maar de main book. Ik moet gaan, daarom hebben we. Main book. Maar die main book toch? Is de Bijbel zelf. Eerst moeten de Bijbel snappen en dan pas. Waarom? Heb je dat niet gekocht? Nee. Hoe zijn het? Ik kan ook mijn e-mail zetten, dan kan je. Wat ga je zetten? Mijn e-mail als je wil, maar dan hoe heet het ook weer, dan kan je wij bijvoorbeeld. Dan kan je contact zoeken als je bijvoorbeeld vragen hebt ofzo. Is dat de laatste? Lees verder. Kijk, dit is van het boek, ga ik even snel voor u lezen. From Babylon to Timbuktu, to bladzijde 84. In the year 65 BC, the Roman armies. Pompey. Yo. Kill. A pen. Oh, pen. Alright, in the year 65 BC,
the Roman armies under General Pompey captured Jerusalem. In 70 AD, General Vespasian and his son Titus put an end to the Jewish state. Dus het Romeinse Rijk was zo groot dat daar waar nu Israël heet, was ook een provincie van het Romeinse Rijk. Maar wij gingen rebellen tegen die motherfuckers. Wij gingen gewoon onze eigen dingen doen, gewoon, zoals de Bijbel het zegt. Zo hoort het. Ja, maar oké, maar luister wat er verder is gebeurd. Titus put an end to the Jewish state with great slaughter. During the period of the military governor of Palestine, many outrages and atrocities were committed against the residue of the people. Dus ze gingen omeens slechte dingen tegen ons. Ze gingen ons vermoorden, verkrachten, beroven. During the period from Pompey to Julius, it has been estimated that over 1 million Jews fled into Africa, fleeing from Roman persecution and slavery. The slave markets were full of black Jewish slaves. Kijk, zeg, dat was wat wat? Ik heb niet geluisterd. Jawel, even luisteren. Okay. Ja. Kijk hier, minder LC. Ik heb ook weer beter. Energie niet zomaar laten verschillen. Minder LC. Apostatje, hard meer. Ik weet dat deze toch wel even. Oké, wat? Oh, ik ga het weer gaan. Want toen die slaven aankwamen in Suriname, spraken we Hebreeuws. Toen ze aankwamen in Amerika, spraken we Hebreeuws. Ze hebben onze kinderen verkocht, zodat wij die kinderen niet door kunnen leren. Dat ze Hebreeuws spraken en zo. En die grap is voor de deur. Voordat de vliegtuigen bestonden, hadden die slavenafstammelingen toch ook Swing Low, Sweet Chariot, coming forward to carry me home. Toch? I see abandoned angels across the River Jordan. The River Jordan is in Israel. Dus als wij... Wacht, hoe weten die slaven waar de River Jordan is? Omdat we vandaan komen. Wij komen van die River Jordan. Burning Spear even nummer over toch? Wat toch? Burning Spear. Ja. Maar wij zijn van River Jordan gekomen. Zijn we in Afrika gegaan. En toen hebben ze ons daar opgepakt. Samen met die Arabieren hebben die schepen gebouwd. En die Afrikanen hebben ons opgerond. En die witte mensen hebben ons verder gekocht. Aan alle rassen. Aziaten en zo, maar de grap is, alle rassen op de aarde gaan onze slaven worden. Want we gaan ze prieten, tot voor 1000 jaar lang gaan ze slaven worden, hardcore slaven en daarna gaan ze altijd tribute aan ons moeten geven. Maar die zogenoemde witte mensen, hun gaan wij vegen van de aarde, want dat staat in de Bijbel, de Book of Obadiah. Mag ik even snel deze voor meneer lezen? Even heel snel voordat hij weg gaat. Dit is een boek van Psalmen. Hoofdstuk 83. Yeah. Keep not thou silence, O God. Hold not thy peace, and be not still, O God. For lo, thine enemies make a tumult, and they hate thee, Salaki, and they that hate thee have lift up thy head. They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones. They have said, come, and let us cut them off from being a nation. Okay, that the name of Israel... Let us cut them off from being a nation. Wij zijn afgekript, want we zijn geen nation meer. Daarom zijn wij geen nation meer. Waarom? We hebben groepen, maar we zijn geen nation meer. We hebben tribes, maar we zijn niet samen. Ja. En dat hebben die witte mensen zelf bewust gedaan. Ja. Ga verder. Ja, maar toch is het. Dat is waarom deze mensen op dezelfde. They have said, come and let us cut them off from being a nation. That the name of Israel may be no more in remembrance. Daarom onthouden we niet dat wij Israël zijn. Jacob descendants. For they have consulted together with one consent. They are confederate against thee. The tabernacles of Edom and the Ishmaelites. The tabernacles of Edom, dat zijn die witte mensen. Want ze leren ons toch dat wij Afrikanen zijn. En dat we familie van die Afrikanen zijn. Dat is niet waar. Die Afrikanen zijn ver van ons. Die witte mensen zijn onze broer. Dit is onze tweelingbroer. Die slechte tweeling. Heeft u het boek gelezen van Jacob en Esau? Cain en Abel? Genesis. Cain Abel is Genesis, maar Jacob en Esau is in de reincarnation. Hij zegt Jacob, hij is Abel. En Esau is Cain.
Daarom wil iedereen leven net als de witte man, maar ze willen zijn net als de black man. Toch? Omdat die oorlog eigenlijk alleen tussen ons gaat. Want kijk, die Chinezen en zo, die witte mensen haten hun niet echt. Ze haten die Arabieren niet echt. Ze haten die Arabieren omdat ze die olie willen. Ja? Ze willen het niet delen, zeg maar. Ze haten die Turken niet echt, ze haten die Latino's niet echt, ze haten eigenlijk alleen de Negro's. Ze haten zelfs niet eens die Afrikanen zo echt. Waarom? Ga naar Gansu, je ziet alleen maar Afrikaanse winkels, Pakistanse winkels, Chinese winkels. Motherfuckers kunnen geen eens Engels-Nederlands praten, ja? Ze kunnen geen eens goed Engels praten. Ze kunnen alleen hun taal en little brokkeltjes in seconde. Ja, alleen dat kunnen ze praten. Maar die grap is, ons willen ze niet op hebben. Ze willen ons alleen down hebben, zodat wij bij hun gaan kopen. Ja. Nog even wat zeggen, en Turken. Ja. Turken zijn eigenlijk ook gewoon witte mensen. Ja. Want daar, dat zogenaamde Byzantie-Ottomaanse Rijk, was van ons. Ja. Wij hebben dat opgebouwd. Dus wanneer je ze op werk of waar dan ook hoort flashen van, ja, wij Turken, dat. Wij hebben het voor ze opgebouwd. Dus zijn niks anders dan witmangs. Hetzelfde geldt met zogenoemde witte mensen. Denken dat hun de Moor is. Ja. Ook vaak. De Moor. Heren, bless. Yes. Ja? Oké, man. Prachtig, man. Hetzelfde. Bedankt, ja, many thanks. Oké, man. Yes. Shalom. Dat zeggen dat is zwaar ook, man. Yo, because these Turkish, this is nothing but Turkish Edomites, man. Je got Jeremiah en Isaiah. Heb je dat toch gehouden? Isaiah 13, toch? Ja, 13, 8 tot en met 20 of zo. Als ik het goed heb. Het is Isaiah chapter 13, vers 9. Behold, the day of the Most High cometh, cruel, bold with wrath and fierce anger, to lay the land desolate. And he shall destroy the sinners thereof out of it. For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light. The sun shall be darkened in its going forth, and the moon shall not cause her light to shine. And I will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity. And I will cause the arrogancy of the proud to cease. And I, Salakin, and will lay low the haughtiness of the terrible. I will make a man more precious than the fine gold, even a man than the golden wedge of Ophir. The man is talking about an Israelite man. Daarover praten. Alleen een Israelite man gaat zo'n status hebben in de tijd van die martial law en de nood en de voedselarmoede. Ja, famine, plagues, sicknesses. Want ze maken een nieuwe plague nu, hè. Avian flu. Ja, of niet? Die avian flu wordt hier in Nederland gefixt. Ja, ze maken het nu in Nederland. Gewoon een fucking ziekte, maken ze. En dan zeggen ze zo in hun interview, we hopen niet dat het in de slechte handen komt. Ja, dan what the fuck maak ik terwijl dat ze de devil zijn. Het is al in slechte handen. Dus ze zijn de devil. Waarom? Ze zijn de deceivers. Ze liegen, ze maken dodelijke wapens. Ze maken dodelijke biologische wapens, maar ze zeggen zo, ik hoop niet dat het in slechte handen komt. Als je niet hoopt dat het in slechte handen komt, maak je het sowieso niet. Dus dan wil je gewoon, en waarom maken ze een ziekte? Om je dood te maken. Niet om je te helpen, anders is het een cure of een healing, wat dan ook. Maar een cure is om te helpen en een illness, een plague, een sickness, is om te killen. Dus wat hun doen, is je moorden. Tenminste, dat wapen maken ze. Ga verder. Therefore I will shake the heavens, and the earth shall remove out of a place. In the wrath of the Most High of hosts, Salaki, in the wrath of the Lord of hosts, and in the day of his fierce anger. And it shall be as the chased robe, and as a sheep that no man taketh up. It shall be as a chased robe. The chased robe is praat over die witte mensen, want in de tijd van oorlog en voedselarmoede en RFID chips gaat iedereen achter ze rennen. Right. Want ze weten dan van oké, dat is de devil. Door hun hebben we zoveel problemen hier op de aarde. Kan ik jou iets zeggen, Art? Laatst keek ik een filmpje in Chicago. Je had vier blokken, helemaal vol van rijen, allemaal jigs om een werkapplicatie te kunnen zetten. Ja, ja. Een sollicitatie fucking brief. Ja, man, ik ken dat vier fucking brieven. Ja, vier blokken. Hoe gaat het zijn op die dag als jullie negens op de zijn geen eten kunnen krijgen? Ja, man. Jullie gaan allemaal die chip nemen. Ja, man. Vooral die bitches, man. Vooral die vrouwen gaan die chip nemen. Ik schrok gewoon toen ik dat zag. Had je het gezien, Ak?
Nee, niet dat specifieke wat je zegt. Verder hem, Jamala. They shall every man turn to his own people and flee everyone into his own land. Oké, dat betekent...